Google gewoon how to return to the previous screen on de Motorola smartphone. Voor de mensen die zitten met een smartphone, een Amerikaanse Pro-telefoon van de Motorola zelf. Dus we zitten met een Motorola smartphone en elke keer als we naar de website gaan, kunnen we niet terugkeren naar de vorige pagina. Dus nu moet jullie googlen van mij op de Motorola smartphone hoe we dat fixen. Dat is de top. Swipe left to go back. Bullshit. Bullshit. Ik heb geprobeerd, dan ga ik naar een ander tabblad. Ik ben in Britten. Ik heb het gevonden. Je moet rechts van onder naar links swipen. Dus ik klik op een site. En ik denk, oh nee, ik wil terug. En ik ben terug. Welkom bij de vlog! Nee, ik weet niet, dat hebben we al gedaan. Hi, welkom bij de vlog. We zijn net naar de Sea binnengereden en deze week bezoeken we Memphis. We zijn in Memphis Memorial Cemetery. Op zoek naar de Crystal Shrine Grotto. En dat is een soort grot. Met tableaus en kristallen. De bedoeling was om de begraafplaats mooier te maken. Dus we gaan een keer zien of dat gelukt is. Ja. We hebben de Crystal Shrine Grotto gevonden. Het is fenomenaal. Er zijn allemaal taferelen en muurschilderingen. Het is echt heel mooi. Hier tegenover is het graf van Isaac Hayes, chef uit South Park. Dat is een heel mooi tekstje bij zijn graf. Chip, vind je het mooi? Chip is nog altijd niet op zijn neffen. Hij heeft vannacht moeten overgeven. Het is nog een beetje warm, dus hij zit aan de siroop. Maar zijn gedrag toont niet dat hij ziek is. Godzijdank. Er is iets met kerkhoven en rust uitstralen. En we genieten ervan. Van hier even rond te wandelen. Het is slecht weer vandaag, dus we gaan vandaag eerst inchecken in onze RV-park. Dat is de Graceland RV, dat is vlak naast de Graceland, dat schijnt. We're going to Graceland. We're going to Graceland. Wacht, dan moet ik nog zeggen. En dan gaan we misschien nog naar Bass Pro Shop, dat is een grote winkel. Nog iets, wacht hè. En misschien gaan we vanavond nog iets gaan eten, dat weten we nog niet. Misschien spannend. Misschien niet, want we hebben ook net weer de geld uitgegeven in de Walmart. Waaronder chips en nieuwe schoenen. Chips, schoenen, $3. Kom, gaan koezen. We zijn nu bij Bass Pro Shop. We gaan een keer binnen en verkennen dat ze hier met vis gerieven en met echt heel... We weten duidelijk niet wat er binnen is. Nee, we gaan ons laten verrassen. Het is net schijnt iets heel, heel gigantisch groots voor mij jagen en doen en vissen en boten en whatever. Alles wat wij niet zijn, maar het is wel gaaf om te zien, denk ik. Maar pas op, je kunt eten boven dat schijnt. Dus dat is misschien wel iets voor ons. Waar is Chip? Chip? Chip. Even ter duidelijkheid, wij keuren het zinloos doden van dieren niet goed, maar het is wel een heel imposante winkel. Ja, mama moet dansen. Dat zijn stoelen, je kunt dat in een boom bevestigen en dan zitten in een boom. Wat lief! Ze hebben hier echt de raarste dingen, maar ik wil het allemaal. Een chip erin steken. Dat is de smoker. Dus voor iedereen die fan is van de AS Adventure, maar dat is hier zoveel meer dan de AS Adventure. Dat is hier de outdoor survival, outdoor camping, jagen shop, de Bass Pro Shop. Als je een beetje
beetje door uw benen zakt, dan heb ik de G van Graceland. Ga een beetje naar uw rechts. Beetje naar uw rechts. Nu mag je gewoon recht staan. Ja. Je staat onder de toe nu. We gingen normaal gezien naar Graceland gaan, maar Graceland kost $75 per persoon. En we zijn niet zo'n grote Elvis fans dat we $150 willen uitgeven om een huis te bezoeken met memorabilia. Memorabilia klinkt goed. Memorabilia van Elvis Presley. Dus we hebben besloten om toch geen Graceland te doen en Memphis te ontdekken vandaag. En dan morgen gaan we iets specialer doen. Iets dat niet... $75 de man kunnen opsoeperen. Ja, en iets dat we geen... dat niet op onze planning stond, oorspronkelijk, dus ja. Oeh, love it. Dingen die niet op de planning staan. Alright, let's go. Chip, kom, blijf uit de goot. What's up, dog? Ik ga mijn foto nemen. Ja, iemand ooit al in Beale Street geweest? Welke lucht? Draai ik de 360? Hier wil je niet wonen, hoor. Ja, ik ga ervan uit dat er een meer toeristisch Beale Street is. Dat is like Broadway in New York. Hij heeft ons echt op de uiteinde gedropt, hè, Breiten. Breiten heeft vandaag uitgeplant. Maar, wat hebben we eerst bezocht? Sun Studio. Ik wil zeggen dat Johnny Cash daar heeft dingen opgenomen en Elvis Presley, waarschijnlijk nog mensen. Jerry Lee Lewis. Is dat geen acteur? Dat is Daniel Day-Lewis. Maar nu op zoek naar Beale Street. Als het allemaal nogal heel industrieachtig is, dit is niet meer een helikopter, dus ik ga verder babbelen. Breiten heeft de route vandaag uitgepland. Dus als het er visueel minder mooi uitziet, Breiten heeft het gedaan. Ik ben Jessica Rabbit. Nou, wat laat dit zijn? Ja, ik heb ook Chip de Colijn bij. Niet zeggen aan Chip, dus voor als hij verdriet is. Het heeft uiteindelijk niet zo lang geduurd als ik op dat ik dacht. We hebben wel echt roadkill gezien tijdens onze wandeling. Ik ben niet aan het liegen, hè? Nee. Maar we hebben een toeristische Beale Street gevonden. En wij zijn toeristen, dus we zijn op de juiste plek. We slapen naast Graceland. Elvis is net gepasseerd. Dit is Memphis. Put some salt in your mouth. We zijn op Beale Street en we gaan nu verschillende winkeltjes en eetplaatsjes bezoeken om te zien of dat hier goed is. Dan ben je toch een echte Tom Cruise in cocktail. Chip? Melk? Oké. Every night in my dream I see you, I feel you. We gaan de Memphis Riverboats doen op de Mississippi. Is dat de Mississippi? Ja. We zijn in de Peabody, dat is een hotel, en ze hebben hier eenden in de lobby.
Dat schijnt toen die eenden ook dagelijks een showtje. 1 om 11 uur, 1 om 5 uur, maar dat is alleen voor hotelgasten. Dat zijn wij niet. Wij zijn hotelgasten in Graceland RV Park. We zijn in Blue City Café, ze hebben hier heel lekkere ribbetjes, barbecue ribbetjes, dus dat gaan we proberen. We komen ook net van de Memphis Riverboat, dat was heel tof. Toch? Ik was wel bijna in slaap gevallen. En we hebben ook net die dingen gezien, de eendenceremonie. We zijn toch teruggekeerd, ondanks het feit dat we zeiden, dat mag niet, blablabla. We zijn toch teruggekeerd en hebben we gespot met onze oogjes. En Julie? Jawel. We zijn trouwens al echte locals, want we hebben twee vrouwen. De weg geweest naar dit restaurant voordat we hier zelf geweest waren en die gaan nu naar Sun Studios. Maar dat we ook al geweest, dat we ook al geweest zijn. Dus, influencer match. Elke woensdag is het bike night op Beale Street en dan lijnen alle motards een motorfietsen op. Vandaag was een rustige dag, aangezien we toch niet naar Graceland zijn geweest, wegens te veel geld. We hebben wel herstellingswerken uitgevoerd aan de camper. Maar onze waterheater is kapot. En we zijn dat normaal gezien maken in New Orleans, maar ze vonden het onderdeel niet, bla bla bla. En nu zijn we in Memphis en nu hebben ze opnieuw besteld. En nu hebben ze toe, maar er is niemand om het te installeren, dus we moeten het zelf installeren. Hi Wendy, can I ask you a question? Is Carlos available? Ik vind het nu al spannend, jongens. We hebben dit mogen lenen. The bottom one. Double check. Do I turn it on now? Yes, it's still burning, so... Ik ga eerlijk zeggen, ik moest daar eigenlijk niemand voor bellen, dat was vrij simpel. Nee. Alright, dus het nieuwe deel is geïnstalleerd. Hebben we warm water? Normaal gezien wel, het is aan branden toch, de heater? Waar? Hoort dat niet? Nee, ja. We hebben een mes gebruikt in plaats van dit. Dit was te klein, maar ieder diertje zijn pleziertje zeker. Ik ga dat gaan terugbrengen. Ja, ik heb Patricia de koetjes doen. Dus we kunnen eindelijk terug douchen met warm water, afwassen met warm water. En nu gaan we plezier maken op de Mid-South Fair. Maar hier kun je helemaal niet zien dat het een Mid-South Fair is. Nee. Kom, we gaan naar binnen. We gaan binnen tonen hoe dat is op de Mid-South Fair. Chip, ik heb je broer gevonden. Papa, hier. Lijkt erop, hè? Chip is de broer. We'll be right back.
gaan wat geld verdoen. Dus Elias en Stefanie hadden ons gezegd dat we hier donuts moesten komen halen. Eigenlijk een apple fritter. Dat is een cinnamon roll. Hier zit er nog een apple fritter zit eronder. Maar dus dankjewel Elias en Stefanie om dat aan te raden. Voilà, kijk, dat was onze laatste stop in Memphis. En we gaan nu doorrijden naar de volgende locatie. Maar dat is voor volgende week. Dat is voor volgende week. Abonneer je rechts onderaan. Liken, subscriben, al die shiznits. En de volgende vlog!